Maar leasen is dus niet zonder risico. Bij kleine dingen vergeten mensen nogal eens hoeveel abonnementen ze hebben of om het weer op te zeggen. En hoe groter de uitgaven, hoe serieuzer de problemen. Door dingen eigenlijk in abonnementsvorm te gieten, kan het ook lastiger zijn voor consumenten. Je vraagt ook van consumenten dat zij veel beter rekenen en veel beter nagaan of het wel past in hun financiën. Heel concreet voorbeeld, als jij op zoek bent naar een auto en je ziet een leuke tweedehands auto voor bijvoorbeeld 5000 euro, 6000 euro, dan weet je, dit kan ik wel of niet betalen, want ik heb daar wel of niet het spaargeld voor. Maar als je een auto gaat leasen, ja, dan moet je heel goed nagaan of je dat wel of niet kunt betalen. En misschien past dat wel in je financiën, maar heb je eigenlijk niet door dat je daardoor eigenlijk heel weinig kunt sparen vervolgens. In het afgelopen jaar werd er voor 7,5 miljard euro aan nieuwe leasecontracten afgesloten. Bijna 600.000 mensen hebben een registratie bij de BKR door betaalproblemen. Gedeeltelijk komt dit door leasecontracten. Autofanaat Donovan kwam ook in de problemen met zijn leasecontract. Want in coronatijd moest hij noodgedwongen zijn bedrijf stilleggen en had hij in één klap nul inkomsten. Want wat gebeurde er toen corona uitbrak? Nou, alles viel gewoon plat. Er komt niks binnen. Je bent natuurlijk aan het opbouwen. Hè? Je bent met je klanten een beetje lekker warm aan het houden. Je hebt vaste klanten die ook echt maandelijks jou boeken. En op een gegeven moment valt dat weg. Je kinderen moeten gewoon eten. Je vaste lasten die lopen gewoon door. Het stapelt gewoon op. Maar er komt niets binnen. Ja, dat voel je echt wel verlaten. En wat betekende dat dan? Want de rekeningen van bijvoorbeeld je leaseauto, die vielen ook op de mat. Ja, het was best wel een bedrag die je maandelijks moet aftikken. Ja, want zo'n contract loopt natuurlijk langer. Ja. Dus hoe lang moest nog twee jaar. Dus ik moest nog twee jaar. En ik zat echt middenin. En met die gasten kan je ook niet zeggen van, nou jongens, er komt niets binnen. Ik kan niets aftikken. Die kijk je echt aan van, ja, jij hebt dat getekend. Dus dit is ook een risico. Langer uitstellen doen ze niet. Nee. Nee, dus eigenlijk liep je moet gewoon betalen. Het liep gewoon, ja, op. Liep gewoon door. Hetzelfde met het telefooncontract. Het loopt toch gewoon door. En was jij dan ook het type dat kleine lettertjes wel las bij zo'n contract? Nee, zeker niet. Ik kijk echt nooit naar de kleine letters. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Tijd denk je, ik heb gewoon een voertuig nodig. Ik heb gewoon ik moet naar mijn klanten. Ik moet gewoon alles kunnen doen in principe. Dus ja, het laatste wat ik aan denk is even 20 bladzijden doorlezen.